welkom bij weer een video van Mrs. Brightside. Mijn naam is Danielle en vandaag doe ik weer mee aan de Creating Kindness video en blog hop. Het thema van deze maand is kleur en ik heb als uitgangspunt deze gebreide tas, of tenminste de helft van een gebreide tas genomen. Ik moet de andere helft afmaken en dan alles aan elkaar zetten, want ik ben sinds kort gaan breien. En ik was zo gek van deze kleurencombinatie dat ik dacht dat ik daar wel een leuk projectje bij kon maken. Ik heb namelijk deze kleuren terug laten komen in mijn kaartje. Natuurlijk wel net even anders, maar ongeveer gelijk. Het limegroene van de wol heb ik natuurlijk in mijn kaartje vervangen voor lemon lime twist. Het grijs heb ik in dit geval vervangen door zilver. Dit is namelijk zilver heat embossed. En het roze heb ik vervangen door het berry burst kleurtje. En ik ga jullie laten zien hoe je dit kaartje maakt. En waar ik je nog even op wil wijzen is dat wanneer je klaar bent met deze video, je in het description boxje onderaan mijn video kunt klikken, want daarin staan de linkjes naar de andere deelnemers van deze video op. Dus je kunt niet alleen maar op onze blogs naar het andere blog toe hoppen, maar je kunt dat ook dus via onze video's. Dus de deelnemers die een video hebben gemaakt, die hebben ook daadwerkelijk hun linkje daarvan in de description box staan. Dus ik hoop dat je het leuk vindt en ik zou zeker aanraden om na mijn video door te hoppen naar de andere video's, want ze zijn ontzettend leerzaam en leuk en altijd goed om inspiratie op te doen. Goed, we gaan beginnen met het kaartje. Voordat we beginnen zal ik even uitleggen wat ik heb gedaan en ook de maten geven. Ik heb hier een basiskaart van Thick Whisper White. Dat vind ik een hele fijne basiskaart, want hij is gewoon wat steviger dan het reguliere Whisper White. En die heeft de afmeting 21 centimeter keer 14,5 en die heb ik dan gerild op 10,5. En vervolgens heb ik een mat gesneden van het Shimmery White Paper. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar dat heeft echt een soort glanslaagje. Ik weet niet of dat hier duidelijk op... Ja, wel een beetje. Heb ik een mat gesneden dus op Shimmery White papier. Van 9,5 bij 13,5. En dat is perfect om watercolor op uit te proberen of in dit geval te sponsen. Vervolgens heb ik het bloemetje en het blaadje uit de stempelset Falling Flowers gehaald. Die staan hier en bij die set komt ook een hele mooie standset, de Mayflowers. En met het slechte weer van de afgelopen tijd had ik zin in een bloemetje, dus vandaar. En dan als laatste het kleine tekstje, Oh Hello, wat natuurlijk altijd toepasbaar is, komt uit de stempelset Color Me Happy. Nou, genoeg gepraat, we gaan aan de slag. Dit kaartje is wat we gaan maken en we beginnen met het gesponste achtergrondje. Als je een achtergrondje gaat sponsen, dan pak je gewoon je inktpad. Dit is mijn Lemon Lime Twist inktpad. En ik heb een sponsje geknipt. Normaal komt het in een groot rond sponsje en daar heb ik eigenlijk gewoon een taartpuntje uitgeknipt. En daar ga ik mee sponsen. Ik dep mijn sponsje op het inktkussen. Dan lijkt er alsof er niet zoveel op zit. En dan begin ik met sponsen van mijn papier af. Ga ik namelijk meteen op het papier, dan krijg ik daar hardere vlekken. Dus ik begin eraf en ga dan langzaam op het papier. Ik heb ervoor gekozen om bij deze achtergrond een donkere buitenrand te hebben en het in het midden lichter te laten. Ik zal dat nog even laten zien op het... Kijk, dat zie je hier. Dit lichte, dat komt dus niet door het licht van mijn lamp. Maar dat is omdat ik dat lichter gesponst heb. Dus ik heb echt de buitenranden donkerder gemaakt en het binnen heb ik lichter gehouden. Betekent wel dat ik overal op het papier inkt heb. Maar dat ik het dus meer heb aangezet aan de randen. Goed. Waar je op moet letten is dus dat je van het papier afstart en dat je het inderdaad goed blendt. Dus dat je geen
echte strepen of wat dan ook krijgt. Het is een heerlijk rustgevend werkje. En ik wil het niet zo rustgevend maken dat jullie de hele tijd dit hoeven te zien. Dus ik versnel de video een beetje, zodat je wel ziet wat ik doe, maar dat je niet de hele tijd erbij hoeft te blijven. Dus ik ben zo direct weer bij jullie terug. Weer terug. Nou, je ziet dat ik een soort van lichtere binnenkant heb gehouden. Ik ben daar natuurlijk wel overheen gegaan met de inkt, anders krijg je zo'n groot contrast tussen het wit en het groen. Ik heb de randen en de hoeken dus wat donkerder gemaakt en ik ga op deze achtergrond spetteren. De inkt die we gebruiken van Stamping Up is op waterbasis. Dat betekent dat als we er water op doen, dat we dan de inkt weer oplossen, waardoor we de kleur weer weg kunnen halen. Nou, dan zie je dus het voorbeeld van hier op het kaartje. Dus die witte vlekjes, dat zijn waterdruppels geweest. En dat ga ik nu ook doen. Je kan dat op verschillende manieren doen. Je kan waterdruppels creëren door je waterpenseel op je vinger. Dus met de kwastgedeelte waar mijn nagel zit. En dan op je vinger te slaan om zo spetters te krijgen. Maar dan krijg ik ze vaak wat kleiner dan ik nu wil. Dus ik heb mijn stamping spritzer gepakt. Die is gewoon gevuld met water. En ik sprits wat water in mijn hand. Vervolgens maak ik mijn vingers nat. En sprits ik, of eigenlijk haal ik die zo over mijn hand en neem ik het water mee. Nou, laat ik het water even intrekken. Jullie kunnen dat volgens mij wel een beetje zien waar het water terecht gekomen is. Dat laat ik heel even intrekken. En vervolgens pak ik gewoon een stukje keukendoek om dat water te drogen. Op het moment dat ik die keukendoek erop leg, trekt het water in de keukendoek dus weg van het papier. En krijg ik dus mijn witte vlekjes. Zoals jullie nu hier zien. Het voordeel is dat dit echt maar een paar druppels zijn. Dus je hoeft verder niet echt je achtergrondje weer te drogen. Ja, en zien jullie het? Nou is het zo dat op het Lemon Lime Twist, dat is natuurlijk een lichte kleur, dat die vlekjes veel minder naar voren komen dan wanneer we dat zouden doen op een donker gekleurde achtergrond. Maar het krijgt wel effect. Dus je ziet het wel degelijk. Je hebt alleen een grote contrast als je natuurlijk een donkere kleur gebruikt. Ik mis er nog een paar vlekjes, dus ik heb er nog wat water bij gedaan. Vervolgens droog ik hem en is ons achtergrondje klaar. Super makkelijk, heel erg leuk om te doen en ook erg rustgevend. En ook als je verschillende kleuren gebruikt, krijg je echt een fantastisch effect. Goed, dit is ons achtergrondje. En nou is het zaak om ons kaartje op te gaan bouwen. Ik pak
Het kaartje is klaar. Dit is het kaartje wat ik nu net gemaakt heb. En hier hebben we het voorbeeldkaartje. Nou, ongeveer gelijk. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik zou zeggen, kijk in de description box om naar de volgende video te gaan. En laat je inspireren door het team van Creating Kindness. En ons thema vandaag is color. Ik ben Danielle Benenk van Mrs. Brightside. En hopelijk tot een volgende keer. Dag!